Morning. Hey, goedemorgen. Deze morgen. Maar het is voor mij al middag hoor. Ja, we hebben al geluncht. Maar we zijn wel even lekker aan het wandelen. De sneeuw is weg sinds vannacht. Het is ineens weer warm geworden. Er ligt nog wel wat sneeuw. De handjes zijn weer koud. Maar we gaan dronen. We gaan oefenen. Is het koud of gisteren? Nee, zo. Ja, gisteren was het echt koud. De weg is nog wel een beetje bevroren. De bovenlaag is blubberig, maar er ligt nog wel ijs. Nou, kijk maar hier. Dat is allemaal ijs. Dat is niet nat, dat is ijs. Ja, ook nat, maar niet zonder gevaar. Oeh, dit is glad waar ik op loop. We hebben als eerste drone de DJI Phantom gehad. Plus Vision heette die. Dat was de eerste, grote. Die hebben we verkocht. Die videokaart was kapot gegaan, geloof ik. Ja, fijn hè? Ja, hoort er ook bij. Daarna hebben we de DJI Tello gekocht. Die bleek te licht te zijn. Ten eerste heel gevoelig in wind, maar ook maakte die steeds onderbreking als die filmde. Dus het was net alsof hij lange foto's nam. En dan zag je een klik en dan maakte hij weer een paar seconden beeld en dan weer klik. Ja, daar heb je natuurlijk niks aan als je wil dronen en wil filmen. Het hebben we even gespaard. En nu is het dus de Maverick Mini. En dan hebben we dat hele compacte pakketje gekocht. Dus benieuwd hè? Ja. Steve heeft hem gevlogen. Het is de eerste echte test voor ons, buiten. Binnen heeft hij hem al een paar keer laten opstijgen. Maar we hebben de hulp... hoe noem je dat ook weer? De sukkel dingetjes eromheen gebouwd. Dat hij, als die crasht, dat die bladeren in ieder geval niet beschadigt. De stootbumpers. Ja. Kijk, er zal een boom hier staan, jongens. Mooie. Mooie grillige bomen. Even uitkijken waar ik loop. We lopen nu richting Klakkenhult, heet dat. Daarachter zit heel dik een wild bos. Maar daar is een open veld waar we gaan vliegen. Laten we even kijken wat we ervan pakken. Dus een hekje ligt om. Maar heeft het wel opnieuw geschilderd. Want het moet wel natuurlijk gewoon niet rotten. Maar het mag wel omliggen. Knappe stijl dit. En glad. Nou, het is wel winderig. We gaan het wel proberen. Met de drone. Dat huisje daar is alleen maar een schuurtje. In de verte. Het is een mooi proefveldje. Landingsplaats. Poeh, er staat wel een wind, zeg. Zo. Nou, hebben we de iPad werkend gekregen. Moet je? Ja, dat is het. Ja, gaan we weer spelen? Heb je hem al door? Heb je hem al door? Lekker rennen zo. Ja, hè? Je moet hem niet opeten hoor.
Jongen, jongen, we hebben hem nog niet gestart. Geelt erin? Sst, hey. Niet blaffen. Dan jaag je alle beestjes weg. Nou, er is een oplossing gevonden voor het tekorte snoertje. Wat Maverick erbij... Hallo. erbij levert. Fop, grijze kop haar in beeld. 50 plus tv. Het is een duur hapje, hè, kleintje. God, sta je mooi. Nou, er staat veel te veel wind voor ons beginnelingen met deze Maverick. Hij is lichter, veel lichter dan die DJI Phantom die we hadden. Die was bijna 2 kilo. Hij reageerde veel minder op die wind. Ik heb het ook geprobeerd. Ik moet het echt leren, ik heb het nog nooit gedaan. Maar... Handen in de zak. Handen, ja. Nou, doen we al, ja. Hè? Wat zei je, handen in je zak? Koud. En terug. Nou, volgende keer beter. Nee, niks vergeten. Die hond heeft lekker gerend in ieder geval. Lekker lopen blaffen, gillen, blaten. Die is moe. Denk ik. En wij gaan terug naar de koffie. Of warme chocomel. Ja. Gaan we het lekker maken. Nou, terug naar huis. Voor je van je eerste echte testvlucht. Spannend. Ja, vooral met de wind. Even wennen. Zeker met de nieuwe controller. Waar ik in dit van de iPad aan vast had. Ja. Dus even kijken van hoe moet ze dingen een beetje goed vasthouden. Met alle knopjes. Ja. Je moet het dan bedienen. Maar is die heel erg anders dan de Phantom? Ja, hij is sowieso, wat ik al zei, de controle die is wel heel anders. En je merkt ook dat deze drone sneller en met een lichter vliegtuig is wat wendbaarder. Maar wat nu? Dus die veiligheid in de route. Ja. Want, met die wind werkt het wel wat, dat is wel een beetje moeilijk af. Ja, ja, want dat zijn windvangers natuurlijk, die dingen. Ja. En dat gaf ook aan extra payload, hè? Ja. Hij had dat extra gewicht, merkte hij. Dus hij wilde landen. Ja.
Ja, is dat, als je met de wind gaat vliegen, is dat niet echt handig om die weer op te hebben? Nee, kijk, ik zal even laten zien hoe hard het waait. Flinke bries. Ik heb hem ook omhoog laten gaan en laten landen. Dat ga ik gewoon zoveel mogelijk oefenen, want ook ik wil vliegen met de drone. We gaan nou gauw naar binnen. Naar huis. Nou, zien jullie de volgende keer met de volgende test. Ciao. Ga mee? Tot. Just listen to